Eigenlijk al bijna weet welke kant hij op moet. Weet je dat nog? Ja, ja, ja. Ja, het is eigenlijk altijd gewoon gezellig in de kleerkamer. Nee, toen bestonden die boxen bestonden nog niet eens toen. Dus nee, wij maakten zelf gewoon het geluid eigenlijk. Bij de trainingen zaten mensen hierachter, het gebouwtje hierachter. Maar ja, voor de wedstrijd hier wel. Geen spanning, hier zat geen spanning eigenlijk. Ook aan de rechterkant vooral, hè. Ja, met rug nummer 7. We zijn bij DVC Appingedam. Mijn oude jeugdclub, waar ik ben begonnen met voetballen. Ja, voelt weer als voorheen eigenlijk weer. Het is niet zo heel veel veranderd. Ja, het is een paar nieuwe velden. Maar ja, veel vertrouwde gezichten ook weer. Ja, wel een mooie tijd. Ik denk hier 5 jaar gevoetbald. F'tjes, E'tjes, D'tjes nog zelfs eventjes. Dus ja, wel gewoon een mooie tijd. Veel vrienden gemaakt, veel plezier gehad. In het begin was hij wat verlegen. Hij kwam natuurlijk als 11-jarige bij de onder 12. Of bij de onder 13 toen. Maar ja, qua voetballen was hij had een enorme versnelling in huis. En was ja, op de training ook nou, wel aanwezig. Hij begon al een beetje te puberen op dat moment. Maar qua einde wedstrijden was hij 100% aanwezig, moet ik zeggen. Ik kan me nog één voorvalletje herinneren dat ik op een gegeven moment, daar liep hij me zo even weg van de training. En dan stond hij ergens achter, was hij het er niet mee eens. Maar dan trok hij later wel weer bij en dan kwam hij wel weer terug. Nou, ik denk dat er voor ja, onze leden wel een hele boost is. En zeggen van, hé jongens, dat is mogelijk. En ik ga er 100% tegen aan om ook zo ver te komen. Ja, toch wel met enige trots. Ik bedoel, ik heb dan Daniel niet helemaal gehad, maar Joël wel als laatste. Ik was de trainer toen van D1. En ja, de laatste paar wedstrijden dat hij er voor ons speelde, waren natuurlijk voor mij ook hartstikke leuk. Ik heb nog een kleine herinnering gehad van de familie. Nog een fles wijn, die is ondertussen nog wel op, waar de foto van Joël op stond. Dus dat was hartstikke leuk. Nou, het leukste was gewoon, ja, gewoon met mijn vrienden hier zijn. Daar ging het eigenlijk gewoon om, was gewoon plezier maken. Ja, was ook gewoon tijdens trainingen, tijdens de wedstrijden en na training ook gewoon in de kleerkamer. Ja, was eigenlijk altijd gezellig. Ja, ik weet nog Samir, Jan van der Pol nog. Zat toen ook? Ja. Ja, ja. Colin zat nog bij, Julian. Ja, was wel een leuk teampje. Ik weet nog wel mijn training, dat was met Quirijn en zo. Ja. Dat was toen een van de eerste keer, dat was ik nog eigenlijk nog één. En toen kwam ik daar. Ja, toen moest ik meedoen met de D, zeg maar. Ja. Ja, toen ja, strakkere ballen hier zijn ze nog wel, weet ik nog wel. Ja. Met, ik was kampioen E2, volgens mij was ik kampioen geworden. Volgens mij E1 ook nog, ja, maar dat was toen met Daniel en met Rick toen allemaal. Ja, ik denk wel Cor de Boer. Die heb ik wel een paar jaar gehad, in de F'tjes en E'tjes. Ja, ik kan het gewoon met iedereen goed vinden, denk ik. En, ja, gewoon met de spelers en ja, was altijd gewoon ja, goede coach, leuke coach. Ja, ik denk sowieso wel gewoon een icoon van de club, denk ik wel. Dus ja, die blijft me wel, blijft me misschien wel voor altijd bij, denk ik. Volgens mij ja, begint voetbal met plezier. Iets doen wat je heel erg leuk vindt. En ja, op het moment dat je dat uitdraagt als club, dat je dat belangrijk vindt, dat je kinderen een plek geeft, zeg maar een veilige plek om zichzelf te kunnen zijn, om zich te kunnen ontwikkelen op ieders niveau. Ja, dan voldoe je volgens mij aan een bepaalde basisvoorwaarde voor kinderen om zich te ontwikkelen. Ook Joël zal, ja, die ontwikkeling, die gaat niet, vaak niet zeg maar in één rechte lijn. Dus die zal ook zijn hobbels tegenkomen, maar juist daarvan word je ook weer sterker. Onlangs heeft Joël van Kaam niet alleen gedebuteerd in het eerste elftal als invaller, maar ook in de basis. En eigenlijk hebben we vanuit de club gemeend om ja, dat, op het moment dat dat gebeurt, een eigen opgeleide speler die debuteert in de basis, ja, om daar iets mee te doen. En eigenlijk de club waar het voor Joël in dit geval mooi is begonnen, om die eigenlijk iets aan te bieden in de vorm van een clinic voor een team bij die club. Nou ja. Ja, ik weet niet zo goed. Ja, ik kom hier gewoon en ga een kliniek geven, maar
ik weet niet zo goed hoe zij erover denken. Misschien mooi dat ik hier ben, maar ja. Verder is, ja, ik voel me geen superster of zo.